In de testen van onze Britse zusterorganisatie, Which Magazine, wordt ook altijd gekeken hoe auto's zich gedragen in noodsituaties. Het nu volgende filmpje bijvoorbeeld laat het belang van ESC zien. ESC, dat is Electronic Stability Control, en dat is een voorziening die op de auto geleverd kan worden en die de auto onder controle houdt wanneer die in een slip begint te raken. We zien dat hier drie kleine, bijna gelijke MPV's worden getest. Dat zijn de Citroën Nemo, de Peugeot Bibber en de Fiat Cubo. Dit is de Fiat Cubo, die is voorzien van ESC, maar dat is alleen tegen meerprijs te koop. En hoewel er extra voor betaald moet worden, zie je dat ESC de bestuurder helpt in deze uitwijkmanoeuvre. En dat de auto de uitwijkmanoeuvre zonder problemen doorloopt. En hier zien we de vrijwel gelijke Citroën Nemo, maar zonder ESC. En op het moment van testen was ESC op deze auto zelfs niet verkrijgbaar. We kijken wat er nu gaat gebeuren. Dat ziet er niet zo goed uit. Je ziet de auto grip verliezen en over de kop slaan. En de kans hierop is aanzienlijk bij een dergelijke auto met een hoog zwaartepunt en korte wielbasis. En zeker wanneer je op snelheid hiermee een obstakel moet ontwijken. De Consumentenbond pleit al jaren ervoor dat de auto's standaard met ESC worden uitgerust. En over een paar jaar gaat het ook wettelijk verplicht worden. Maar vooruitlopend op die verplichting zien we toch graag dat zoveel mogelijk auto's standaard met ESC worden geleverd. Overigens hebben de fabrikanten in deze test al toegezegd maatregelen te zullen nemen. En kijk voor de laatste stand van zaken daarom op consumentenbond.nl.